Hallo, goedemiddag allemaal. Hoe bescherm jij jezelf tegen het apenpokkenvirus en hoe weet je alsof jij het apenpokkenvirus hebt? Daar zijn een paar simpele tests voor en ook simpele middeltjes voor om dat te weten als je het hebt, maar ook om het te kunnen voorkomen. Wat gaan we dus als eerste doen? Als eerste gaan we handschoenen aandoen. Dit is om bacteriën en virusverspreiding te voorkomen. Dan nemen we een alcoholgel waar we onze handen mee gaan ontsmetten. En dan nemen we een banaan, gewoon een simpele banaan om een test te doen. Je kunt dat dus op twee manieren. Als je nogal een gevoelige neus hebt, dan schilt je de banaan en steekt je dus het zachte van de banaan in je neus. Als je neus niet zo gevoelig is, kun je gewoon deze kant gebruiken en het zo in je neus steken om te kijken als je het apenpokkenvirus hebt. Nu, als het dan blijkt dat je positief bent, is het wel belangrijk om je medemensen te beschermen. En hoe gaan we dat doen? Dan gaan we het ten eerste doen met een ketting. Dus die ketting heb ik ondertussen al aan. En een leiband. Dan gaat je jezelf aan de leiband leggen, zodat je je eigen kunt vastmaken. Als je niet direct een ren hebt, zo vlak hierachter. Hè, dus je mag het dus niet gaan verspreiden. Dus je moet binnen 1,5 meter blijven en het liefst in je kot. Maar omdat het nu mooi weer is, zit ik graag buiten, dus leg ik mezelf aan de ketting. Wat ik ook kan doen, is een muiltorf gebruiken. Dit is niet die van de hond, maar die kan ik perfect ook gebruiken. Dan gaat mijn mond niet zoveel open, want hoe meer dat je je mond open trekt, hoe meer deeltjes dat je verspreidt. En dan gaat je andere mensen daar ook mee besmetten. En dat willen we niet. En wat je dan ook nog kunt doen, is als je dan het virus hebt. Neemt je ofwel een pindanootje, dat is weer voor de mensen die gevoeliger zijn, bijvoorbeeld als je een gevoelige maag hebt, of je neemt direct een boosternoot. Dus dat is gewoon een borrelnoot met een korstje rond en die neemt je in en zo gaat je dus de verspreiding tegen. Dus al deze dingetjes samen, daar gaat ervoor zorgen dat zowel jij als ik een flattende curve gaan doen, dat het virus zich maar niet kan verspreiden, dat het maar maximaal 14 dagen die maatregelen van toepassing zijn. Want we hebben vorig jaar genoeg kunnen oefenen. En doordat we genoeg hebben kunnen oefenen, zijn wij dus nu beter op de hoogte over hoe dat we de dingen moeten aanpakken. En op deze manier gaat dat zeker lukken, want we doen het samen. We doen het niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander. Tot de volgende keer. Bye bye.